Zo, dames en heren, een hele goede middag en welkom aan boord van bus nummer 4. Zoals Tigo ons juist voorstelde, op dit moment achter het stuur is Ramon en mijn naam is Pascal. En met z'n tweeën gaan we brengen richting Peniscola. Ja, ongeveer vanuit Beendorm richting Peniscola rijden is 3 uurtjes. En in Peniscola staan vandaag Fred en Jeff op ons te wachten, de bekende gezichten. En met ons drietjes gaan we weer brengen richting Maheze. Nou, daar heb ik niet al te veel voor uit te leggen over bus nummer 4, aangezien de meeste van jullie met bus nummer 4 of bus nummer 9 zijn gekomen richting Beendorm. En er zijn twee bussen die identiek aan elkaar zijn. Nou, voor de zekerheid gaan we nog over een paar puntjes heen. Aan boord van bus nummer 4 zitten 2 trappen. Voor de gasten op het voorste gedeelte, die mogen tijdens de stop de voorste trap gebruiken. Onze gasten op het bovendek op het achterste gedeelte de middelste trap. En onze gasten op het benedendek de middelste deur. Nou, zo moet het in principe soepel verlopen tijdens de stop, zodat iedereen rustig de bus kan verlaten. Boven de hoofd zitten natuurlijk allemaal knopjes. En mocht u straks zeggen, ik heb geen zin om de hele tijd de muziek te beluisteren, kunt u natuurlijk ten alle tijde de speaker boven uw hoofd uitzetten via het knopje. Nou, ten alle tijde laat de luchtrozetjes een klein beetje openstaan, want als u ze helemaal dicht doet, dan gaat u een zonnige baan plaatsen in de bus. Proberen ze koude lucht kwijt te raken. En dan krijgen sommige gasten alle wind op zich gericht. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Tevens, het toilet is ook nog steeds aanwezig. Voor de ouders met de kleintjes onder ons, alsjeblieft begeleid ze richting het toilet. En als u het toilet verlaat, doe dat alsjeblieft de klep weer terug naar beneden, anders krijgen we een klein geurtje in de bus. Mocht ook tijdens het reizen op een gegeven moment het toiletpapier opraken, geef alsjeblieft een seintje, zodat niet de volgende gast op het toilet komt te zitten en denkt van, oh jee, hoe lossen we dat nu weer op? Dus geef altijd eventjes een seintje, mocht het toiletpapier op een gegeven moment opraken. Nou, dan gaan we nu richting Peniscola en in Peniscola komen natuurlijk de rest van de gasten aan boord van bus nummer 4. En dan gaan we met z'n allen verder richting thuiswaarts. In de tussentijd is de koffie uitgeprutteld, daar staan die joepie joepie scout. En dan kom ik zo dadelijk eens kijken naar die mooie bruine wangetjes en Spaanse zonnetjes. Want als het goed is, zoals vandaag ook weer, hebben jullie lekker weer gehad. Dus jullie kunnen er weer goed tegenaan, zullen we maar zeggen. Dus voor nu 3 uurtjes, tot zo!